Veel beroepen sterven uit, maar gelukkig hebben we in Schiedam nog een meubelstoffeerder. Op de Hoogstraat 132 zit Maartje van der Water. Maartje, wat is een meubelstoffeerder? Een meubelstoffeerder is iemand die meubels herstoffeert. Dus dat is een beetje een recycleproces. Dus oude stoelen worden weer opgeknapt met nieuwe stof of een nieuwe binnenvulling. Wat voor opleiding zit eraan vast? Ik heb de opleiding meubelstoffeerder gedaan op het Hout- en Meubeleringscollege in Rotterdam. Wat leer je dan precies? Ja, het stofferen van klassieke meubelen, maar ook designmeubelen. Dus hoe je dat vanaf het binnenwerk helemaal opknapt met binnenvering en nieuw schuim. En dan allemaal stoffen en stofkennis, maar ook houtkennis. En, dus je bent ook handig met de hamer, de nijptang en de zaag, bij wijze van spreken? Ja hoor, ja. Maar niet per se het maken, zeg maar. Ik ben niet een meubelmaker, dat dan weer niet. Nou zou je denken, mensen kopen gewoon nieuwe meubelen. Niets is minder waar. Wat voor aanbod krijg je? Vooral veel stoelen en fauteuils, maar soms ook banken. Ja. Hoe emotioneel zijn mensen dan met hun meubelen? Toch wel veel. Soms zijn het erfstukken en die willen dan weer opgeknapt worden, zodat het beter bij het interieur past. En soms vinden mensen het gewoon nog super lekker zitten en zonder om weg te doen. Of ze zijn helemaal weg van het ontwerp. Is het wel eens lastig om de juiste stof te vinden om opnieuw te bekleden? Nou, ik heb ontzettend veel stoffen en stoffenboeken waar je uit kan kiezen hier. Ik denk wel meer dan 300 verschillende. Dus dat is op zich wel een zoektocht. Maar als je al een beetje in gedachten hebt wat voor kleur of wat voor materiaal je fijn vindt, dan kan ik helpen selecteren. Nou kom ik binnen met een oude stoel. Wat ga je dan aan me vragen? Wat er allemaal moet gebeuren. Dus wat er niet goed aan is. Of de binnenvulling vervangen moet worden. Of wat voor stof je naar op zoek bent. En en dan kijken we samen. Gaan we samen zoeken wat er. En dan stel ik een prijsopgave op. Nou kan ik me ook voorstellen dat mensen met grote meubelen komen. Grote bankstellen. Hoe ga je die verwerken? Hier in de winkel. Meestal schuif ik dan een hele hoop opzij. En dan ga ik daarmee aan de slag. En soms werk ik op de grond en soms werk ik op mijn tafel. En een hele handige tafel, die kan van boven naar beneden verstellen. Dus dat lukt meestal wel. Hoe reageren mensen nou eigenlijk wanneer je zegt, ik ben meubelstoffeerder? Ja, ik hoor vaak inderdaad dat het wel een beetje een uitstervend beroep is, inderdaad. Maar toch ook wel verrassend, want je hoort het inderdaad niet zo vaak. Dus dat is meestal wel positief en doorvragen, ja. Waar komen je klanten zo'n beetje vandaan? Veel uit Schiedam wel, maar ook omgeving in Rotterdam en Vlaardingen had ik laatst. Maar ook heel veel verder weg die blijkbaar mij heel erg leuk vinden. Wat doe je nou wanneer er echt een wrak binnenkomt van een stoel of wat dan ook? Ben je ook eerlijk en zeg je dan ook van nee, daar kan ik niks mee? Ja, soms ben ik wel eerlijk hoor. En sommige mensen komen ook met hele grote leren banken. En dan moet ik ook heel eerlijk zeggen, ja, in dit geval kost het mij gewoon veel meer tijd om te stofferen. En dan kan je eigenlijk soms gewoon een nieuwe bank kopen. Dus dat zeg ik dan ook wel heel eerlijk. Ja, je praat er al naartoe. Hoe duur is stofferen in het algemeen? Gaat dat per uur? Ja, het gaat vaak per uur. En het is heel verschillend. Kijk, een keukenstoel is niet zo heel erg veel. Of een eettafelstoel is niet zo heel erg veel werk. Dan ben ik misschien met een paar uurtjes klaar. Maar een bank, daar ben je snel een paar dagen mee bezig. En dan loopt het snel op. Ten slotte, wat was de leukste opdracht tot nu toe? De leukste? Ik heb zoveel opdrachten gedaan. Van autostoelen tot hele fauteuils. Een gigantische oorfauteuils. Maar de leukste vind ik over het algemeen als iemand voor een hele felle kleur kiest. Dat je heel ander beeld krijgt van wat het wordt.